Hallo mensen, dit is ons derde YouTube kanaal, Top Gamers. Dit is mijn auto, die heb ik een half uurtje geleden opgepimpt. Daar zie je nou niet echt heel veel meer van, denk ik. Nee, je ziet er niet zoveel meer van. Ja, blijf wel een mooie auto. Hopelijk vinden jullie ons gamekanaal derde ook leuk, net als onze twee vorige, want daar hadden wij wel een heleboel abonnees. Ik hoop dat wij meer dan 800 abonnees halen dan hetzelfde als op ons vorige kanaal. Toen hadden we er maar 700. Ik hoop echt dat jullie onze video's leuk gaan vinden. En ik vind het wel leuk als jullie ook een groen duimpje geven. Vooral het werk dat wij hierin steken. En veel kijkplezier. Moet je iets zeggen? Hoi. Wij zijn de Super Gamers. Top Gamers. Top Gamers, ja. We waren de Super Gamers. Nu zijn we natuurlijk de Top Gamers, dat was ik even vergeten. Maar in ieder geval, we kunnen heel erg goed rijden. Zoals je ziet. Wat mijn vriend doet. Hij is eigenlijk gewoon professional in dit spel. Ik heb dat helemaal uitgespeeld. En we hebben genoeg geld om alles te pimpen. Misschien weten jullie het wel, maar als je het spel uitspeelt, dan kan je bedrijf kopen. En wij krijgen nou ongeveer 100.000 euro per dag. Ik weet niet of jullie dat ook veel vinden. Maar ik vind het toch redelijk om een paar auto's mee op te pimpen per dag. Oeh. Zo doe je dus een... Een super jump. Ja, zonder de stunts is er natuurlijk niks aan, hè. Echt, mijn god, dan loopt hij er weer over. Ja. Oh, hij ploft. Jelle, mag ik nog even, want ik dat kwam door mijn auto. Weet je, die auto die... Ja, maar kijk. Oké. Mag ik nog één keer? Oké, pak die Centaur nu. En pimp die helemaal. Dan gaan de kijkers vast cool vinden. Ja, dat is goed, dat weet ik. Want dat vinden ze... Straks pakken we een Lamborghini. Een Lamborghini? Ja. Dat is eigenlijk gewoon een Lamborghini. Maar het heet eigenlijk een Centaur nu op GTA. Oké. En je zou wel stilstaan hoe snel die gaat. Ja, hij is ook heel sterk. Hij ontploft echt niet, hè. Ik maak daar zo'n schansen mee die niet normaal zijn. Hij ontploft gewoon nooit. Ik ga met taxi rijden. Kunnen we geld bij verdienen? Ja, echt om een goede taxi, zeg je. Beter rijden we even met een taxi mee. Beter rijden ik zelf van een taxi gaf veel kracht, vind ik. Ja, maar je kan op kruisje drukken, dan spoelt hij door. Ja, weet ik. Mensen, als je dat nog niet wist, als je in een taxi zit, hij drukt op kruisje, dan spoelt hij door en dan sta je er in 10 seconden. En waar is die garage ongeveer? Dus voordat je het niet weet. Ja, kijk maar... anders even op de map. Dan vink je het aan. Oké, waar is die? De groene. De groene hier, hè? Toch? Daar? Ja. Dat is het hem toch, ja? Dat is nog niet zo ver weg. Dan mogen we nog mee. We rijden nu in een... Een fucking Gallivanter Baller. Zo heet hij. Die noemt een Land Rover. Maar op de GTA naam noemt hij zo. Weet je? Ja, dat is een kutspel. Godver, dat is gewoon niet echt een naam gebruiken. Oh, ik kan het ver. Oh, thuis, mensen, als je het nog niet wist, als je op kruisje drukt, dan drift je. Oh, dat en zoals Laurens net laat zien, dat wist ik niet, doet hij dat heel erg goed. Ik druk altijd op het knopje boven gas. En dan rijden we hier de opening in. En ga je in de garage. Wacht, even een beetje aan de kant zetten hoor. Oké, stap nou maar uit. En dan staat hij een beetje aan de kant voor de volgende mensen. Oh ja. We gaan van dit filmpje gaan we niet een lange video maken. Want de batterij van de camera is bijna op. Kan je de wel volgende zien? Keer zie je wel een video van ongeveer 20 minuten. Dan gaat het een iets langere video worden, maar dit was eigenlijk meer bedoeld. Deze video. Maar we laten nog wel de auto zien. Ja, we laten ook nog even zien hoe we hem gaan oppimpen. Dat gaan we toch proberen. Is mijn lip nou aan het bloeden of niet, Jelle? Jelle, is mijn lip aan het bloeden? Nee. Oké, wat je moet doen is op het rechter pijltje drukken. Dit hem, wacht wel. En dan ga je naar onder. Het is een Centaurno. Ja, dit is het. Daar druk je twee keer met kruisje op. En dan moet je kijken in welke auto je dan komt. Ik ga echt versteld staan. Jelle, waarom ben je zo aan het trillen? Check deze auto. Weet je, als je deze auto echt helemaal oppimpt, dan is de
deze auto echt zo cool. Er staat zelfs een supercoole spoiler kan erop. Ja, je kan er een Batman. Dat laat Louder straks zien. Je kan er en een dan... Batman auto van maken, maar ik vind die spoiler echt kut. Ik weet niet waarom, ik vind het kut spoiler. Jelle vindt hem heel leuk, ik niet. Ik haat hem. Ja, maar kijk, daartoe kan je ook sneller, weet je. Ja, maar met die spoiler daarvoor gaat hij ook nog bij. Hij gaat sowieso al snel, man. Zie hem gaan, deze auto. Oké. Ja, oké, hij gaat nou niet zo snel, maar dat komt omdat ik er mee aan het rijden ben. Geen enkele auto gaat echt snel bij mij, omdat ik overal tegenaan kom. Nee, elke auto bij mijn Laurens gaat, ja, niet goed, weet je. Gewoon niet. Nou ja, ik weet niet waarom, ik vind die auto leuk om tegenaan te komen. Kijk, nou is die dood. Oh, nee. Trouwens, voor het geval dat jullie het nog niet wisten, ik ben Jelle. Ja, en ik ben Laurens, dat was ik ook geen vergeten te zeggen. Waarschijnlijk weten jullie het al van ons vorige kanaal, daar hebben wij de laatste 3 video's gezegd dat wij gestopt waren. En dat we dit kanaal gingen maken, dus nou ja, sorry dat het 2 weken moest duren voor de mensen die van ons vorige kanaal waren. We hadden echt een goed kanaal, maar we vonden de naam niet en goed. En als Louders nou een klein beetje doorrijdt... Ja, ik heb heel die weg hier afgehakt, hè, lul. Ja, dat zie ik. Ik sta nu tegen een muurtje aan, bijna. En hier is de opening. Oh, okay. Je moet van Louders toch nog iets goed zien. Meester. Kijk, nou willen ze dat ik helemaal ga omrijden, hè. Kijk, zie je op die kaart, man. Ze willen dat ik ga omrijden. Oh, misschien ben ik ook echt verkeerd aan het rijden. Oké, mensen. Oh, fuck, ik ben echt verkeerd aan het rijden. Noodoproep. Er is een spookrijder op de weg. Oh ja, wacht even. Louders ziet overal spookrijders. Ja, net dan. Ik hoor politie aankomen. Niet voor mij, hoor. Dat is voor iemand anders. Ja, maar als je tegenaan botst. Wat dan? Ja, kijk, nu zien we weer allemaal spookrijders. Kijk hoeveel spookrijders er zijn, man. Kijk. Ik dacht, oh ja, ik rij soms geen spook, maar zie al die bussen rijden zelfs spook, man. Hoeveel spooken zijn er? Oeh. Oh, heb ik nou op slow motion of zoiets gedrukt? Ja, slow motion. Dat lijkt net alsof dat hij sneller gaat. Oh, ja, dan ga ik het uitzetten. Ik vind dat denk ik best wel gaaf altijd. Kijk, nu doe je het weer, Laurens. Weet ik. Spring er van die schans af. Dat gaat wel makkelijk. Wat ben je voor duts, lul? We gaan in het water belanden. Oh. Kan mijn auto drijven? Nee. We zijn nog kwijt. Moet ik nou echt om een nieuwe gaan? Mensen, in het volgende filmpje laten we zien hoe je deze auto pimpt. Het is misgegaan, maar goed. Ja, mensen, het is allemaal Jelle's schuld. Jullie hebben allemaal duidelijk gehoord dat Jelle zei. Spring er vanaf. Spring er vanaf, Laurens. Dat kan je wel. Ja, doe maar, jongen. Doe maar. Dat hebben we allemaal gehoord. Gaat die auto nog? Straks komt het andere... over een week of zo komt het andere video. Vanavond komt er een video. En dan maken wij nog een video voor jullie hoe we hem gaan oppimpen. Vanavond nog. Want dat was eigenlijk vandaag beloofd. Dan kunnen we niet zeggen, dat doen we volgende week, hè. Tot de volgende video. En veel kijkplezier. En vooral... Like it. Goed like it.